maar een teleurstellende wedstrijd. Ja, zeker. Als je hier verliest, dan is dat teleurstellend. Vooral de eerste helft, dat was niet goed genoeg. En dan is het moeilijk als je de bal niet in de ploeg houdt om kansen te creëren. En dat hebben we ook misschien een aantal mogelijkheden nog wel gehad. Gustafsson had een grote kans. Die had een grote kans, maar voor de rest ook niet heel veel. Aan de andere kant hadden zij misschien wel meer balbezit, maar creëerden ze ook niet ontzettend veel kansen. Ik denk dat het best wel slordig was aan beide kanten. Alleen de twee goals die je dan tegenkrijgt in de eerste helft, dat waren echt een beetje knullige goals. Die 2-0, bedoel, jij zat op het veld, ik zit op de tribune. Ik had het idee dat het veld zo spekglad was en dat die 2-0, dat schot, die normaal gesproken denk je, die heeft hij. Maar het leek net alsof hij ineens enorm veel vaart kreeg, die bal. Het was ook wel glad. Je zag iedereen uitglijden. Die bal werd teruggetrokken. En Dave gaf aan dat hij de bal niet kon zien. Maar hij kwam toch wel redelijk recht op hem af. Dus het zag er gewoon heel erg knullig uit. En zonde, jammer voor Dave natuurlijk dat hij er zo binnen viel. En ook voor ons, omdat je gaat liever met 1-0 de rust in dan 2-0. Zeker vlak voor rust. En dan wordt het gewoon moeilijk om dat nog recht te trekken. En dat is ook wel gebleken in de tweede helft. Maar goed, je zegt zelf, het is nooit een fijn moment zo vlak voor rust een goal tegen. Maar ik had niet het idee dat jullie nou een mineurstem in de kleedkamer uitkwamen. Ik dacht na rust van, ze gaan eindelijk voetballen. We gingen er wel voor. Je had met Baaibek denk ik ook een beter aanspeelpunt voorin dan met Nick Venema. Ja, maar dat hadden we ook wel nodig. Zeker omdat AZ in een bepaald moment ons onder druk wilde zetten. Ja, dan heb je gewoon een aanspeelpunt nodig. En GC is daar iets verder in dan Nick. En daardoor konden we wat makkelijker voetballen. En werden we ook gevaarlijk. Alleen die laatste paas die telkens niet goed genoeg was om daadwerkelijk een goal te maken. Ik denk dat de mogelijkheden er wel waren. En zij eigenlijk, alleen die laatste goal dan. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niks hadden laten zien in de tweede helft. Alleen is het jammer dat wij niet die goal maken om er toch nog wat extra druk op te zetten. Het is gewoon zonde dat er toch wel weer zo'n groot verschil was tussen de eerste en de tweede helft. Dick Advocaat zei gisteren in zijn voorbeschouwing, deze wedstrijd tegen AZ, toch een directe concurrent, nummer 7 op de ranglijst, is voor ons een goede graadmeter. Dit is jouw tweede seizoen bij Utrecht. Jij kunt dus vergelijken met hoe het vorig jaar ging. Waar staan jullie? Zijn jullie beter dan vorig seizoen? Dat is moeilijk aan te geven. Volgens mij verloren we hier ook vorig seizoen. Hè? Ook met 3-0. Twee keer. Daarom. Dus qua uitslag. Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Beide elftallen. Wat ik zeg, vandaag had er gewoon veel meer ingezeten. Die 3-0. Geflatteerd wil ik niet zeggen. Zij waren misschien in de eerste helft beter, wij in de tweede. Alleen scoren we niet. De mogelijkheden waren er. En ze hadden iets meer mazzel in de afwerking. Ja, dat ook. En wij niet. En ja, natuurlijk, we balen gewoon van deze wedstrijd, omdat er gewoon meer in had gezeten. We moeten er niet te lang natuurlijk mee blijven zitten. We zijn nu weer net begonnen. Tweede seizoen zelf. En volgende week moeten we er weer staan. Ga je nou met een kutgevoel de komende week in? Ja, tuurlijk ga je met een kutgevoel. Omdat je hier met 3-0 verliest. En dat was absoluut niet nodig geweest. Wat ik net al aangaf, we zijn net begonnen. We moeten hier niet te lang mee zitten. Het is doodzonde dat we hier zo hebben verloren. De goals die we tegenkregen, je wil natuurlijk niet altijd de keeper de schuld geven. Dat was gewoon ongelukkig. Anders was er misschien nog wat meer mogelijk geweest. Maar met volle moed weer naar Willem II volgende week. Hoe zat die band om je arm? die zat goed. Wil je er wel vaker? Nee, ik heb daar geen last van gehad van die band. Maar voel je dan wel dat je een andere rol hebt in het veld ook als je die band om je arm hebt? Nee, niet. Je doet gewoon hetzelfde. Ik bedoel, we hebben binnen onze ploeg een aantal leiders waar ik er een van ben. En Willem en Timo natuurlijk die zich daadwerkelijk ook laten gelden binnen de ploeg.
Dus ja, ik heb me niet anders gedragen dan normaal. Ik had wel het idee dat gaandeweg de eerste helft er wat meer frustratie ook in de eigen ploeg kwam. Of in ieder geval bij FC Utrecht. Spelers die Simon en Osama, die dat je echt wel zag dat ze teleurgesteld waren dat het allemaal niet lukte. Ben jij dan zo'n aanvoerder die in de rust zegt, kom op jongens, kopje erbij? Ja, zeker. Dat is ook gezegd van mij, van de trainer, dat we niet mogen opgeven. Anders kan het zo dat je met 4-5-0 naar huis gaat. Zo kon je zien in de tweede helft dat we toch, hebben laten zien dat we nog voor hebben gestreden. Alleen, ja, het is gewoon jammer dat die goal niet valt. Anders wordt het nog een spannende wedstrijd. En Simon en Oes, hij kreeg natuurlijk een gele kaart. En hij kreeg ook al dan een aantal schoppen en werd ook een counter werd ook eruit gehaald waardoor hun geen gele kaart kregen. Dus zij vonden een beetje dat we een beetje te veel tegenkregen en dan zetten een beetje te veel mee. En daardoor kan er ook een lichtelijke frustratie komen. Maar gelukkig hebben ze beide met de gele kaart niet die tweede gepakt. Dus kunnen ze volgende week weer in de weer staan. Ja, volgende week Willem II thuis. Dat moet het maar gebeuren. Ja, sowieso. Thuis moeten we sowieso onze wedstrijden winnen. En zeker na vandaag is het noodzakelijk om 3 punten in Utrecht te houden. Hopelijk dat het niet zo koud is dan. Volgens mij wordt het nog kouder de komende week. Hè? Maar ik denk... Dan kom je lekker uit dat zonnetje Spanje met mooie grasvelden. En dan moet je hier met -1, -2 op een spekgladde mat spelen. Ja, maar dat hoort erbij in de winter, dat weet je. Wat ik zeg, het veld zat niet mee vandaag. Er mag geen excuus zijn toch? Nee, dat is zeker geen excuus. We hebben gewoon, wat ik zeg, het was een te groot verschil tussen de eerste en de tweede helft. En aan onze kant is het zonde dat we, ondanks we misschien de tweede helft beter waren, dat we geen goal maken. Anders wordt het nog een wedstrijd. We zaten erin tot de laatste minuten, totdat zij die 3-0 maken. Maar er had gewoon veel meer ingezeten vandaag. Even slikken en weer doorgaan. Dat sowieso.